Dames en heren, partners, standhouders, van harte welkom bij de aftrap van het derde Drongo Festival. Ik vind het weer geweldig om jullie weer allemaal hier te zien en dat jullie allemaal meedoen. Weer meer partners dan vorig jaar. En ik denk eigenlijk dat we gewoon elkaar daarmee kunnen feliciteren, want we hebben samen dat succes gemaakt. En toen, op een mooie zondagochtend, de zon stralend en warm opging. Dat is ook de zon. Dat is de zon. Ja, heel goed. Ik wou heel even met u hebben over de link tussen taal en creativiteit, meertaligheid en kunst. En waarom ik die als wethouder van Amsterdam zo belangrijk vind. Het is niet ongeveer, maar exact. Hallo. Ik ken u heel fijn. Dus de winnaar van de finale Gouden Talenknobbel is Elisabeth Visser. Applaus voor Elisabeth Visser! Dat is een mooi verjaardagscadeau. Afrikaans man. Tignat Ngorma wrote that you can't build a literature if you don't have a children's literature in the mother tongue. De basisscholen zouden moeten beginnen met Engels vanaf groep 1. Is dat de boodschap waarmee u uit deze zaal zou moeten of zou willen vertrekken? En al deze imitaties van de kerstman zien er hetzelfde uit. En hebben dezelfde lange baard, lange witte baard. En hij zegt, ten eerste, je kan alleen iets imiteren dat echt bestaat. We have the privilege today to launch Bilingualism Matters in the Netherlands. Hoe zeg ik? Waarom is Drongo Festival zo belangrijk? Tial la Festivalo Drongo estas tiom grava. Tial ni povos diskunigi Esperanto, omdat we op die manier mensen op de hoogte kunnen brengen van Esperanto. Festival, dames en heren, is een feestje met een missie. Drongo wil mensen informeren over meertaligheid.
En dat doen we onder andere door veel ruimte in het programma in te ruimen voor wetenschap, in de vorm van lezingen en labs. We stimuleren wetenschappers om op het Drongo hun onderzoek naar meertaligheid te presenteren en in gesprek te gaan met het publiek. Je krijgt gewoon onderzoekscapaciteit innemen en onderzoeksruimte. Dus dat is heel veel proefverstoken.